Hey guys, what's up? Ik ben Jean-Pierre Feira en dit is mijn aflevering in Q22. Hey Jean-Pierre, hoe gaat het? Goed hoor, en met jou? Het gaat wel. Mooi. Waar bevinden we ons nu? Nou, we zijn nu in het natuurpark Peperpot en dit is een van de oudste beschermde gebieden in Suriname. Kom je mee? Yes. Mooi. Heb je een favoriete plek in Suriname en waarom? Ja, ik heb eigenlijk twee. Eén is de Bronsberg. En de Bronsberg is een 500 meter hoge inselberg. En dat is eigenlijk een berg die een bauxietlaag heeft. Waarom ik ervan houd? Het is eigenlijk vrij dicht bij de stad vergeleken met andere plekken. En het heeft een hele hoge biodiversiteit. Dus je kan heel zieke dingen zien en dag wanneer je daar gaat. En er zijn natuurlijk een heleboel watervallen. Dus echt een mooie plek. En de tweede is Tafelberg. Tafelberg omdat het is twee keer zo hoog als Bronsberg en het is gewoon super mooi. Het heeft de grootste watervallen van Suriname, is echt absurd. Oké, okay, dat gaan we zoeken een keer. Moeten we doen, ja. Wat is het meest avontuurlijke dat je in je leven hebt gedaan? Het meest avontuurlijke? Eigenlijk vorig jaar nog heb ik een expeditie gedaan met mijn collega's Stivo en Dick Lok. Het was een 11-dagen expeditie. In de Lucierivier, dat is West-Suriname, op de grens van de Corantijn en Guyana. En ja, dat was echt, the best adventure of my life. We hebben de Big Five gezien, noemen we dat. De Harpy Eagle, de grootste arend van Suriname. De Jaguar, de grootste kat van Suriname. De Anaconda, de grootste slang van Suriname. Reuze otter, tapir. Het was echt gewoon the best adventure. Nu een stelling. Ja. Het binnenland of naar het buitenland? Welk kies je eerder en waarom? Interesting. Ik zou zeggen het buitenland, wanneer ik al veel meer heb gezien van het bos. Er zijn natuurlijk andere plekken in over de hele wereld waar ik natuurlijk wil gaan om bepaalde slangen en andere dieren te zien. Maar ik kies eerder voor het binnenland. Wanneer ik een heleboel plekken heb gezien, wil ik sowieso naar het buitenland. Wat maakt jou uniek als het gaat om ons oerwoud kennen? Moeilijke vraag. Ik zou zeggen dat iedereen in Suriname hier, die het oerwoud kent, die in het bos werkt, zich inzet voor de natuur, op hun eigen manier uniek is. En ik zou zeggen dat ik heel graag in het bos ben, maar ik hou er ook van om vast te leggen en dat met mensen te delen. En mensen education te bieden. Dus ik denk dat dat me een beetje uniek maakt. Dat ik een van de weinigen ben in Suriname die het echt vastlegt en aan mensen wijst. Hoe vaak denk je dat Surinamers het binnenland moeten bezoeken en waarom? Allereerst, Surinamers in general is geen dis hoor. We zijn niet echt connected met het bos. En ons land is 93% forested. Dat is echt wel bij 93% bos. Dat is meer dan any ander land in percentage. En ik denk dat men het heel vaker moet bezoeken. Omdat hoe meer je in het bos gaat en hoe meer je erover leert, hoe minder eng het wordt. En ik bedoel, als je in Suriname woont, je komt er niet onderuit dat je in het bos gaat komen, dacht je. Dus leer een beetje erover. Be proud of what we have. En ja, enjoy it. Oké. Okay. Wat vind jij zo inspirerend aan ons bos? Ons bos. Allereerst heeft het heel veel verhalen. Heel veel verhalen rondom het bos van de slaventijd, maar ook van de inheemse, wat ze allemaal hebben gezien, wat ze allemaal hebben meegemaakt. En het neemt heel veel slager. Er gebeuren veel dingen in het bos. Het bos wordt elke dag eigenlijk vernietigd door illegale goudwinning, houtkap en zo. En ik vind dat het, ondanks dat, het toch nog doorgaat. En dat vind ik heel inspirerend. Het inspireert mij ook indirect om niet te stoppen met wat ik doe. Ondanks het soms moeilijk is, om het toch te blijven doen. Stelling.
Wat heb je eerder? To guide or to be guided? Een beetje in between. Ik heb liever dat ik met een groep guides ben in het bos en verkennen. Omdat je dan niemand tevreden hoeft te stellen. Je kan gewoon jezelf zijn en je kan gewoon de slangen en kikkers zoeken. Dus dat vind ik het leukst. Maar ik vind het ook leuk om met mensen te werken hoor, om mensen te guiden. Het is een enorme eer om buitenlanders Suriname te wijzen. Dus ja. Is Jean-Pierre een keukenprins? Nou, ik sta graag in de keuken, bijna elke dag. En ik probeer vaak nieuwe dingen. En tot nu toe heb ik alleen positieve reacties gekregen. Dus ik denk dat ik een beetje in die categorie val. Wat is je favoriete gerecht dan? Om klaar te maken of om te eten? Of both in one? Let's say both. Roti eigenlijk. Roti klaarmaken. Roti is the best. Roti all day, every day. Wat zou je graag willen worden toen je klein was? Ik heb er nooit echt over nagedacht toen ik klein was. Ik denk gewoon omdat ik te druk was in het bos. Ik was altijd in het bos. Dus ik denk dat ik iets met het bos wilde doen. En ja, now we're here. Ben ik fulltime guide, dus elke dag in het bos. Heb je een hidden talent? Hidden talent. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat al mijn talents al known zijn. Dus nee, ik denk het niet. Je hebt een tuinfeest. Geef me 5 namen van personen die wat dan ook aanwezig moeten zijn. Tuinfeest. Sowieso mijn Matties, Dick en Stevo. Giorgio Oosterwald, die moet er sowieso bij zijn. Miguel, zit al op 4, hè? En Matthew. Okay. Dat wordt zeker een leuk feest. Is er een expeditie in de planning? Er zijn een heleboel expedities in de planning. Ik doe per jaar misschien 3 expedities. Voor dit jaar heb ik nog geen officiële expeditie gedaan, maar in oktober heb ik een expeditie naar Lucy Rivier. 6 dagen en dan vanuit Lucy ga ik direct naar Tafelberg. Ook 6 dagen, dus ik ben 12 dagen weg. Stelling. Ben je een nature freak of een nature enthusiast? Ik denk a bit of both worlds. Nature freak, omdat ik alles wat ik zie, ik wil vangen. Maakt niet uit of het nog gevaarlijk is of niet. En nature enthusiast, omdat ik echt gewoon ook kan genieten van de rust, de kalmte en mooie foto's daarvan kan maken. Is het bewezen dat een luiaard maar 1 keer per week poept? Ja, dat klopt. En wist je dat hij ook, als hij poept, dat hij helemaal naar beneden komt uit zijn boom en dat hij dan op de grond poept om daarna weer naar boven te gaan? Wow, that's a journey. Ja, toch? Echt. En dat is wanneer ze het meest vulnerable zijn eigenlijk. Oké. Wat zijn de kenmerken om te zien welke slangen giftig zijn en welke niet? Dat is een challenging vraag. Je kan het eigenlijk zo niet zien. We hebben op school geleerd in Suriname dat alle slangen met een driehoekige kop giftig zijn. Maar dat klopt voor geen cent. Want je hebt slangen die met een driehoekige kop die giftig zijn. Maar je hebt ook een heleboel slangen die diezelfde kop hebben die niet giftig zijn. En je hebt ook slangen die een hele ronde kop hebben, maar toch super giftig zijn. Dus het is eigenlijk belangrijk om vooral snake patroon te checken. Zij zetten vaak educatie over dit soort dingen. Dus het zou misschien goed zijn om een poster te checken van wat jij tegen zou kunnen komen in je area, in jouw gebied. Wat giftig zou kunnen zijn en gewoon dat onthouden. Er is geen one given rule om gewoon te zien van hé, dit is een giftige slang. Ja. Is Jean-Pierre een familieman of een vriendenpersoon? Ik zou zeggen vriendenpersoon. Ja. Wie zou je graag willen ontmoeten?
Ik check al sinds ik actief het bos in ga. Check ik iemand op social media, dat is Hazen Oudel. Dat is een presentator van National Geographic en eigenlijk een professionele adventurer. En hij doet echt sikke dingen en is echt iemand waarmee ik ooit eens op een avontuur zou willen gaan. Ja. Wat zou je graag willen hebben of bereiken voor het jaar 2030? Ik wil graag een eigen expeditie hebben. Dus zelf een expeditie in elkaar zetten. Waar ik een paar bekende mensen naartoe kan brengen om een beetje back to basic te gaan. Dat is een van de doelen. Ja, en een mooi project eigenlijk. Dus ik hoop dat het lukt. Als je jezelf zou moeten omschrijven in 5 woorden, welke zijn die dan? 5 woorden. Dynamisch. Avontuurlijk. Leergierig. Nog meer gepassioneerd. En ik hoor vaak dat ik moedig ben, dus moedig past er ook in. Stelling. Heb je eerder een potje voetbal of volleybal? Eigenlijk geen van beide, maar als het echt moest, dan liever volleybal. Wat heb je eerder? Een fotocollage van het bos in je woonkamer of een huis in het bos met een fotocollage van de stad? Liever woon ik in het bos en heb ik een fotocollage van de stad in mijn huis. Ja, liever dat. Ik zou eerder daarvoor gaan. Is het waar dat kikkers tot 20 keer hun hoogte kunnen springen? Ja, dat klopt. Dat is helemaal waar. Wist je ook dat er een kikker is die helemaal niet springt? Die we ook in Suriname hebben. Nee. Dat is de grootste boomkikker van Suriname, de reuze makiekikker. Een hele mooie kikker en hij springt nooit. Dus het is voor mensen, meestal is het voor mensen eng wanneer die kikker springt. En deze is niet, die springt niet. Dus minder eng voor mensen. Het is altijd mooi om mensen te laten zien. Wat doe je graag? Lekker in bed liggen en kijken naar tv of ga je eerder uit? Als je bedoelt uitgaan, als je daarmee bedoelt de stad ingaan, gaan stappen, dan blijf ik liever in mijn bed en kijk naar tv. Maar als iemand me belt om het bos in te gaan, dan kies ik altijd voor het bos. Ja. We staan nu hier op de vogeltoren bij Peerpot en ik ga een paar vogels proberen te lokken. Dus we moeten een beetje stil zijn en kijken wat er langskomt. Oké, dan heb ik dan mijn laatste vraag. Okay. Wat is je levensspreuk en mogen we het weten? Ah ja, tuurlijk. Mijn levensspreuk is enjoy what nature brings and always protect it. Kijk, we zijn, zoals ik het eerder had gezegd, een land met 93% bos. En iedereen kan ervan genieten. Onze kleinkinderen, achterkleinkinderen. Zolang het maar behouden. Er is zoveel moois om van te genieten. Maar we moeten er heel voorzichtig mee omgaan, zodat het blijft. En dat is eigenlijk mijn levensspreuk. Enjoy what nature brings and always protect it. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.